Hey en welkom terug bij een nieuwe aflevering van een Rijker Leven. Dit is aflevering 99. En het is natuurlijk kerst vandaag, eerste kerstdag dat deze video gelanceerd is. Is opgenomen gisteren op vrijdag 24 december. En eigenlijk wil ik gewoon ook even, heel even stilstaan bij ja, de onwerkelijke groei van een Rijker Leven in 2021. En de reis die ik uh, zelf uh, gemaakt heb tot op heden door het starten van een YouTube-kanaal, het maken van een Instagram-account en Twitter. En nu uh, richting de 31.000 abonnees. En daar wil ik vooral jullie allemaal heel erg voor bedanken. Het is gewoon een ongelooflijk uh, bijzonder jaar geweest. En uh, het is, uh, ja, eigenlijk is uh, dat vlak mijn leven ook best wel veranderd. Ik heb ook mijn baan opgezegd. Ik heb een uh, lange carrière in de IT. En de IT, ik bedoel het vak van IT. Informatietechnologie, dat gaat gewoon door. Juist ook alle ontwikkelingen op het gebied van crypto vind ik ook super interessant. En vanaf 2022 uh, ga ik in ieder geval al mijn tijd uh, besteden... Aan het creëren van content, alles om een rijker leven heen. Dus dat betekent ook meer video's, meer content, meer diversiteit in content, vooral focus. Dat is één ding belangrijk is, als je bezig bent met je carrière, dan is dat focus. En dedication, commitment, intrinsieke motivatie. Nou, ik ben enorm gepassioneerd, um, ook geraakt door de tijd heen, door het opstarten van uh, ja, iets wat vanuit hobby, passie is. Over financiën, over investeren. Ik doe dat al jaren. Ik vind het ook super leuk. En ik vind het fantastisch om dat met jullie te delen. Blijf ik ook doen. Dit zal altijd onderdeel blijven van wie ik ben. En uh, ja, daar wou ik toch ook heel even bij stilstaan. Met kerst is toch altijd zo'n periode. Dat je ook over dat soort dingen gaat nadenken. Van oké, okay, doe je nog de juiste dingen? Word je daar nog blij van? Nou, ja, ik word hier super blij van. Ik vind het helemaal geweldig dat ik vanaf januari de volledige vrijheid heb om gewoon te gaan ondernemen. Hoe ik dat zelf wil. En dat is uh, ja, ook mede natuurlijk uh, dankzij jullie. Dus daar wil ik jullie zeker uh, voor bedanken. En aan de andere kant is het natuurlijk ook mogelijk, doordat je ook zelf slim investeert. Zodat je. Hè, je hoeft niet bij wijze van spreken volledig financieel onafhankelijk te zijn. Er zijn allerlei smaken van financiële onafhankelijkheid. Maar door voor een groot deel bijvoorbeeld financieel onafhankelijk te zijn, kan je veel makkelijker en anders je leven in gaan richten. En dat is ook echt een van de zaken waar, hè, waar gaat een rijker leven naar nou over. En dat wil ik ook even van jullie laten zien: dat je, mijn visie is, gewoon... iedereen kan een rijker leven. ...leven, Maar dat betekent wel dat je moet investeren in het vergroten van je financiële intelligentie. Dat gaat niet, van, niet vanzelf. Je moet je verdiepen in informatie, materie om dingen anders te doen. Want als je blijft doen wat je altijd al deed, dan moet je niet verwachten dat dingen in één keer heel erg anders gaan. En dat geldt natuurlijk op alle fronten zo. Dus mijn missie is: ik wil gewoon kennis delen, ervaringen met jullie delen. En inclusief mijn eigen reis naar financiële onafhankelijkheid. Om te zorgen dat uiteindelijk een hele grote groep mensen. Veel meer informatie en kennis krijgt, zodat je zelf ook slimme beslissingen kunt nemen die bijdragen aan het vergroten van jouw financiële uh, draagkracht. En daarmee dat je ook een makkelijker en een fijner en een rijker leven kunt leven. Uh, dus uh, ja, wat, nog een mijlpaal die dit jaar behaald is. Hè, meer dan een miljoen weergave. Kijk, ja, een miljoen weergave is gewoon echt wel hartstikke tof natuurlijk. En uh, nou, ik ben ook zeer benieuwd hoe lang het gaat duren voordat het 10 miljoen is. Maar je moet in ieder geval blij zijn met elke mijlpaal die je haalt in je leven, ook in je carrière. Zorg er ook voor dat je daar even bij stilstaat en, uh, en daar ook gewoon echt van geniet. En aflevering 99 alweer, wat ik al zei. En uh, ja, dat betekent dat aanstaande maandag, hè, de wekelijkse update die ik altijd doe, uh, dat dus dat aflevering 100 is. Nou, ja, dat is voor mij ook gewoon weer een enorme mijlpaal. Want ik weet nog heel goed dat ik begon met iedere twee weken één video op zaterdag. Hè. Dat was augustus 2020, een jaar geleden dat ik daarmee begon. inmiddels. Nou ja, toch zeker wel minimaal zo'n twee video's in de week. En af en toe nog wel weer eens een extra publicatie. En dat heb ik allemaal gedaan naast een fulltime job. En daar kan ik, mag ik nu mee stoppen. En dat is gewoon heel fijn, zodat er veel meer rust ook ontstaat. Focus. En uh, dat is ook wat, uh, wat nodig is om de volgende stap te maken. Nou, wat gaan we dan uh, met Kerst? Waar, wat zijn dan zaken waar we in ieder geval nog even naar willen kijken? Uh, en dan wil ik gewoon eerst even de chart van Bitcoin erbij pakken. En we kijken hier op de, op de wekelijkse chart. Want met Kerst we moeten we gewoon even uitzoomen. Het gezellig met familie. Hè, je zit onder bij de boom. Cadeautjes, wellicht. Lekker eten met elkaar. En wat is dan in ieder geval relevant? Kijk, um, dit is natuurlijk nog steeds onder die bull market support band. Ja? En daarom zeg ik ook vaak: Bitcoin moet wel echt even over die 52k heen gaan. Zodat Bitcoin weer boven die bull market support band heen komt. En dat zou natuurlijk mooi zijn. Als de geschiedenis zich herhaalt, zoals wat van de zomer is gebeurd, dat we zo meteen om de boven komen, support vinden, en uiteindelijk weer nieuwe highs neer gaan zetten. En gewoon richting die levels van die 80k gaan we uiteindelijk, natuurlijk, ergens volgend jaar die 100k aan te tikken. Dat is nog steeds mijn persoonlijke overtuiging dat dat uh, toch echt wel moet gaan lukken. Uh, maar dat, dat roep ik ook al maanden. Het mag ook wat langer duren. Uh, en hoe langer het duurt, ook hoe hoger de piek van de boelmarkt zou zijn. He, dus als de piek nu is, is het misschien 110.000 dollar. Als de piek over drie kwart jaar is, is het misschien 150.000, 160.000 dollar. Dus daar mag best uh, wat tijd voor genomen worden. We zien ook dat de totale market cap uh, van crypto ook weer aan het stijgen is. En dat is natuurlijk logisch, want uh, als Bitcoin stijgt en die toch wel een dominantie van boven de 40% heeft, wat wil zeggen dat Bitcoin 40% van de totale uh, marktwaarde van crypto space heeft, ja, als Bitcoin omhoog gaat, gaat logischerwijs natuurlijk de hele markt uh, hard omhoog. Deze beweging in ieder geval op de, op de chart is gewoon heel positief. Want ja, deze week ziet er gewoon nog heel goed uit. Hè? Als we zien hoe die gesloten is de week ervoor, 46.608. En vanaf dat punt. Als ik dan even meet naar waar Bitcoin nu zit, toch een kleine 10% er weer bij. Nou, ik ga ze ook nog even inzoomen op een iets kleinere timeframe. En ik wil ook nog even stilstaan bij een trade, een long-positie die ik op dit moment eh, open heb staan. Uh, op Bitcoin. En daar wil ik ook gelijk nog even wat kanttekeningen bij vermelden. waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. zodat je daar zelf ook van kan leren. Um, in ieder geval, als we het hebben over uh, ja, volume. Het volume is misschien relatief laag te noemen. Maar we hebben in ieder geval wel gezien. als we inzoomen zo meteen op een kleinere timeframe. dat uh, het volume wat er aan ontstaan is. zeker in deze week, dat er echt wel volume is. waarom deze breakout ook legitiem is. Dus nou, dit is even zover de weekly. Kijk. Als wij op tweede kerstdag, als Bitcoin kan sluiten boven de 52.500 dollar... ...zou heel, heel heel erg bullish zijn. Ik zou het niet erg vinden als Bitcoin in ieder geval sluit onder, deze, onder het niveau van 52k. En maar als hij er maar gewoon tegenaan blijft duwen de hele tijd... ...dan gaat hij er vanzelf een keer doorheen. En ja, hoe vaker het getest wordt, hoe groter de kans. En als hij maar niet weer een retracement krijgt, terug naar het level van 45.000 dollar. Want het mogen in ieder geval duidelijk zijn dat het gebied... Uh, waar we eigenlijk niet willen dat uh, Bitcoin zich uh, in gaat bevinden. Ja, dan is dat toch wel een beetje de bandbreedte. Hè, van die 45.000 dollar tot uh, 42.000 dollar. Want dan zou het zomaar kunnen zijn dat uh, ja, Bitcoin weer een, een demotie krijgt. Hè, dat het teruggaat uh, van level 2, wat ik zei in de laatste video, terug naar level 1. Waar we natuurlijk die 30k hebben als bodem. Dus laten we zeker hopen en zien dat Bitcoin. Komende periode hè, gewoon meer kracht gaat vertonen. En ik heb ook al eerder aangegeven. We moeten ook gewoon even die omicron varianten en ook nog wat positieve berichten nodig uh, uh, in de wereld, zodat de hele markt daar positief op gaat reageren. En dat zijn echt wel zaken die nodig zijn om naar levels van 80k te bereiken. Bitcoin gaat heus niet zomaar in één keer naar 70.000 dollar. Daar zijn wel wat grotere zaken voor nodig. Dus laten we in ieder geval even kijken naar een kleinere timeframe. Dat gaan we nu doen. En op deze four-hourly chart van Bitcoin. De grotere falling wedge. In ieder geval uh, duidelijk dat uh, dit een deze een belangrijke trendlijn is waar uh, weerstand is geweest. En natuurlijk die uh, doorbraak die we hier ook zien. En daarbinnen zien we ook een kleinere falling wedge. En die kleinere falling wedge, daar is Bitcoin dus uitgebroken. En als we dan gaan kijken naar wat zou dan een potentieel target kunnen zijn, uh, dan praat je in ieder geval over een target wat potentieel rond de 53.500 dollar ligt. Wat al een heel mooi niveau is, want daarmee komen we ook weer boven de Bitcoin bull support band. Dus als dat zou uitspelen, als, deze, als dit target wordt gehaald door deze break uit, dat zou echt helemaal geweldig zijn natuurlijk. Alleen, um, wat er in ieder geval belangrijk is om rekening mee te houden, zijn een paar dingen. Eén is het moment dat Bitcoin hier enorm, enorme correcties heeft ondergaan, zien we ook dat Bitcoin hier een uh, poging heeft gedaan om weer... Nou, in ieder geval naar boven te gaan, maar wat niet gelukt is. En we zien dat dus een aantal keren gebeuren wat uh, ja, gewoon mislukt is uh, door Bitcoin. Um, dus deze lijn, dan heb ik het over deze horizontale lijn en uh, ook uh, de onderste hier, hè, want we zien hier dat dat in ieder geval de bodem is geweest uh, van uh, deze falling wedge, het zijn wel cruciale levels om ook rekening mee te houden. Eén, niet alleen brak Bitcoin hier uit deze falling wedge. Om vervolgens, en dat zou dus spannend te worden, wat zou hier gebeuren? Krijgt hij een rejection? Gaat hij terug naar beneden? Vindt hij dan support in ieder geval op deze lijn om alsnog hier uit te breken? Bitcoin heeft er dus voor gekozen om dus al eerder uit te breken. En dat doet Bitcoin wel zwaker. En het is dus in ieder geval netjes om te zien op de 4-hour dat hij hier een breakout heeft gedaan. Wat nog niet is gebeurd, is dat er een retest is geweest op dit level. Hoeft niet per se, maar kan wel. En als er een retest is op dit level. En uiteindelijk een bounce krijgt, ja, dan wordt deze lijn cruciaal. Gaat hij die lijn van zo'n kleine 52.000 dollar doorbreken, dan is het hartstikke goed nieuws. Want dan is eigenlijk deze hele zone verleden tijd voorlopig weer voor Bitcoin om uiteindelijk weer verder te gaan klimmen. Of dan, desnoods, een tijdje sideways te gaan. Uh, dus dat vind ik in ieder geval heel erg spannend. En uh, ik ben zelf een nieuwe trade ingestapt. En die trade ga ik jullie heel even laten zien. Dan zal ik jullie ook laten zien wat mijn entry point is en wat mijn exit strategie is. En we kijken nu even naar de 4-hourly chart op het platform Bybit waar ik zelf trade. En je kunt hier zien dat ik een positie uh, ingenomen heb op uh, uh, 49.015 dollar. 30.000 uh, contracten, wat betekent dat gelijk aan 30.000 dollar. Dit is een 10x leverage trade. Uh, dus er zit zo'n 3.000 dollar van uh, mijn eigen geld in. En um, wat wel uh, interessant is om te vermelden, is dat bij het openen van deze positie, kan je zien, want eigenlijk dit stukje, dat zei ik ook in mijn laatste video, is best wel tricky. Want Bitcoin breekt uit, in ieder geval uit het kleinere patroon, maar heeft nog wel te maken met deze, met deze ja, level, level of resistance waar hij nog doorheen moet. Maar het is dus wel gelukt om daar doorheen te breken. En dat zie je natuurlijk ook met die grote groene candle. Nou, dat was voor mij in ieder geval een heel mooi teken om een longpositie in te gaan nemen, die op dit moment dus ook uh, profitable is. Dat zou ik ook zo meteen even laten zien. En dat is dus de reden waarom ik dus uh, een nieuwe trade ben gestart. En ik heb nog geen um, uh, take profit ingesteld, zoals je ziet. Omdat ik vooral benieuwd ben wanneer en of gaat Bitcoin naar 52.000 dollar en hoger. Als dat lukt verwacht ik dat Bitcoin de komende dagen misschien nog wat hogere levels gaat neerzetten zodat mijn trade nog winstgevender kan zijn. Heb ik een stop los geprogrammeerd? Wat betekent dat als de koers gaat zakken, dat ik dus word beschermd en, uh, of dan wel beperkt verlies neem, of natuurlijk een, een deel van mijn winst uh, zilver. En dat antwoord is uh, ja, ik heb een uh, stop los uh, gezet. En de stop los staat nu op 49.750. Maar je zou kunnen zeggen, hè, dus ik, heb hier, ik ga altijd met winst weg in deze trade. En dat is eigenlijk ook wat ik uh, in deze trade ook, uh, ook wil. Maar wat een van de dingen, een van de dingen die ik zelf ook wel geleerd heb met traden, wat altijd kan gebeuren op het moment dat uh, er een doorbraak komt, zoals wat hier gebeurd is, dan kan er altijd een retest plaatsvinden op deze lijn. Ja? En dat is, is helemaal niet ongezond of bearish. Er kan altijd na een retest op deze lijn vervolgens weer een nieuwe high neergezet worden. Hè? Want we praten hier over een... Een higher low, higher low. En dan is dit ook nog steeds een higher low. En hier dan uiteindelijk ook weer. Ja, we hebben hier een high, weer een higher high. En dan kunnen we praten over weer een higher high. En deze zo'n patroon is gewoon bullish te noemen. Dus een van de risico's die op dit moment scheldt in de keuze van mij om een stop los te zetten op het niveau van 49.750, is dat er zometeen een retest plaats gaat vinden. En dan wordt hier mijn uh, winst wel genomen. Uh, en hè, want als ik op het moment dat de prijs hier zou zakken... naar 48.298... dan zou ik dus wat uh, verlies uh, staan. Hè, ongerealiseerd verlies. Maar vervolgens kan die dus weer hogere niveaus halen. Dus dat is wel altijd iets om rekening mee te houden... als je zoiets uh, gaat doen. En nogmaals, hè, dit staat los van mijn uh, holding portfolio... waar ik gewoon crypto vasthoud tot uh, wij spreken in de eeuwigheid. En voorlopig uh, is de piek van de boelmarkt nog niet bereikt... Dus ben ik ook niet van plan om daar een deel bijvoorbeeld van de hand te doen. Of om te zetten in stablecoins of wat dan ook. Uh, dus maar dan even kijken naar hoe de trade er nu uitziet. Nou, en hier kan je ook zien hè, bij derivatives. Uh, uh, ik trade inverse perpetual uh, Bitcoin, US dollar. Uh, ik maak gebruik uh, van een uh, isolated margin. Dat betekent dat alleen. Uh, het geld, mijn position margin wat ik hier instop, dit kan ik maximaal kwijtraken, al zou ik geen stop -loss programmeren. Maar als ik een trade doe, programmeer ik altijd een stop -loss, Want als je dat niet doet, en er komt in één keer een enorme tik. Dan kan je dus ook uh, ja, vrij snel deze positie volledig kwijtraken. Want je ziet hier ook, liquidation price, omdat ik een 10 uh, keer isolated margin heb, is 44.763. Ja? Dus dat is uh, 44.000. Nou, dat is ongeveer aan de onderkant van deze Falling Wedge. Op het moment dat dit patroon een fake-out blijkt te zijn. En hij komt weer terug in deze Falling Wedge. Dan kan je dus zomaar geliquideerd worden. Dan ben je dus je volledige positie kwijt. Dus bij een uitbraak kijk ik over het algemeen altijd van oké, okay, wat is dan het level van support? Waar kan hij op retesten? Zodat ik daar bijvoorbeeld dan de stop-loss programmeer dat hij wel wat bewegingsruimte heeft om een retest te doen. Maar dat ik in ieder geval op het moment dat het in elkaar zakt, dat ik maar een deel van het verlies heb en niet het maximale verlies. In dit geval uh, zie je dat deze trade op uh, zo'n 3000 dollar sta ik uh, nou, zo'n 36% in de plus. Wat uh, overeenkomt met zo'n 1100 dollar. En dat komt natuurlijk omdat, uh, waarom is dat 36%? Dat betekent dus dat Bitcoin 3,6, 3,7% gestegen is. Ten opzichte van mijn entry point. Want ik heb een 10 keer margin. 10 keer leverage. Ja, dus als je nu op dit moment denkt van. Uh, is dit dan een juist moment om een trade in te gaan, stel dat je nog niet in een trade zit, maar je zou dat wel willen, dan is dit punt een, om in te stappen wel eentje die wat meer tricky is. En waarom? Nou, omdat we net al zeiden, het level van die 52.000 is een belangrijk level van weerstand. Uh, we kunnen wel even iets inzoomen op de hourly, om te zien wat hier aan het gebeuren is. Nou ja, kijk, hier gebeurt gewoon eigenlijk nu niet zoveel uh, met bitcoin. We zouden, kunnen, we zouden zelfs kunnen zeggen dat als we deze rode balk even uh, niet in beschouwing zouden nemen, dat op dit moment uh, het patroon wat een symmetrische driehoek zou kunnen zijn, hè? het zou op de hourly zomaar kunnen, als we gewoon even de bovenkant van de lijnen zouden pakken, dat lijkt hij nu niet te houden, maar ja, kan ook gewoon weer een bounce krijgen en daarin gaan, om uiteindelijk weer een klein stukje groei mee te maken. Ja, waar zouden we dan over praten als ik een lijn zou tekenen? Dan zou er ook net boven de 52.000 dollar komen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zou zelf, als ik nu niet in een trade zou zitten, zou ik wel heel voorzichtig zijn. Want ook al zet hij weer higher lows neer, kan hier ook zo zijn. Het kan ook gewoon weer een, uh, uh, teruggaan naar hoe het was. Dus wees daar in ieder geval voorzichtig mee. En ik moet zeggen, leverage trading is er zeker niet voor, voor iedereen. Het is heel erg risicovol. Je kunt namelijk ook je inleg echt verliezen. Uh, dus doe daar in ieder geval heel voorzichtig mee. Het is niet voor beginnende traders uh, aan te raden. Dus tot zover over, over mijn trade. Ja, en als er dan één uh, product is waarvan ik zeker zou zeggen: ga hier eens verder naar kijken, uh, dan is dat uh, NFT-domains. Ik heb daar ook een video over gemaakt. Ik zal die video ook al even linken in de beschrijving uh, van mijn uh, video. Uh, maar ik heb in ieder geval een aantal domeinen gekocht, NFT-domeinen. Dat zal ik ook even laten zien hier. Um, niet alleen voor nu, maar ook vooral voor de toekomst, zodat het makkelijker is ook in de toekomst om uh, crypto naar elkaar te kunnen sturen. Want hoe dat werkt is je koopt een NFT domein, net zoals dat je bijvoorbeeld een domeinnaam hebt op uh, op het web, als website, hè, of het nou uh, rijkerleven.nl bijvoorbeeld. Alleen dan betaal je natuurlijk elk jaar hostingkosten. Die website kan je bezoeken. Je kunt ook op deze NFT domeins overigens ook een website uh, bouwen op de blockchain. Um, maar daarnaast kan je Namelijk, en dat is juist het mooie hieraan, je kan allerlei adressen toevoegen achter uh, deze NFT, dus achter een leven.crypto. Zie je hier een aantal adressen en op het moment dat je dan via een wallet uh, die wordt ondersteund, uh, praat, bijvoorbeeld Trust Wallet is er één. Als je vanuit Trust Wallet uh, crypto gaat versturen naar een leven.crypto of nou Bitcoin is, Ethereum is, Litecoin, XRP of uh, Matic. Uh, of wat dan ook, je kunt hier ook allerlei currencies toevoegen. wat je vervolgens ook aan je portemonnee toegevoegd zou willen hebben. Dan komt, wordt dat uit, automatisch zeg maar doorgestuurd naar het juiste adres. Dus hoef je niet na te denken naar welk adres stuur je crypto. maar je geeft gewoon een naam op. Uh, en dan kun je daar crypto ontvangen. Op dit moment zou je denken: ja, ik gebruik nog niet zo vaak. Uh, en dat, uh, dat klopt denk ik ook wel. Alleen naar de toekomst toe verwacht ik wel dat dit een belangrijke rol gaat spelen. En daarom vind ik het wel in ieder geval interessant dat je, omdat je hier uh, eens een keer naar gaat kijken. En je kunt ook zoeken naar uh, je eigen domein. Stel dat ik mijn eigen naam intik, Rogier. Dan kan je hier ook zien van wat voor soort um, NFT's zijn beschikbaar met Rogier en wat kost dat. Uh, dus ga voor de grap gewoon eens kijken voor, je, voor jezelf, voor je eigen naam. Om voor eeuwig je eigen NFT te hebben, je eigen soort van uh, wallet URL ook. Uh, misschien niet voor nu, maar voor de toekomst. Dan heb je maar vast uh, vastgelegd. Ik zal ook even een linkje in de pinned uh, commenten in ieder geval even toevoegen. Geldt ook natuurlijk voor uh, mocht je geïnteresseerd zijn in traden. Dan zal dat linkje ook daar beschikbaar zijn. Nou, waar ik in ieder geval even mee wil afronden. Is dat, uh, ja, het is gewoon even super spannend uh, voor Bitcoin. Wat gaat Bitcoin doen? Gaan we door de 52k heen en gaan we langzaamaan weer nieuwe highs neerzetten? Of krijgen we toch een rejection op deze lijn? Als het Bitcoin niet lukt om hier support te vinden, maar krijgt een rejection, is het wel belangrijk dat deze lijn, die neerwaartse lijn, ja, dat die in ieder geval als support gehouden gaat worden. Zodat dus er een bounce gaat komen hier, zodat er op een later moment nog een nieuwe test op die 52k kan gaan plaatsvinden. Dat is in ieder geval waar ik naar kijk. Ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken allemaal voor jullie support, de interactie die we met elkaar hebben op allerlei social media. En ik wens jullie in ieder geval een hele mooie kerst. Vooral in uitstekende gezondheid. En uh, ja, natuurlijk, aankomende maandag staat er gewoon weer een nieuwe video voor jullie klaar. Wens ik jullie een hele mooie dag. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je zeker niet te abonneren. Laat even een duimpje achter als je dit een leuke video vond. En dan zie ik je snel terug in de volgende aflevering. Tot ziens.